Bij euthanasie, dat is het grote verschil. Men staat erbij en men weet nu, gek, gaan we de kamer binnen en 5 minuten later is mijn vader, moeder, broer, zus gestorven. En dat geeft het grote verschil, denk ik. Maar voor mijzelf, de manier waarop ik dan biddend afscheid eventueel neem, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Het is afscheid nemen van een mens die, ja, van een mens met heel zijn leven zoals het geleefd is. Met de mooie kanten en de minder mooie kanten, met datgene wat verdriet en pijn heeft gedaan en datgene wat vreugde heeft geschonken in het leven. Biddend afscheid vieren is een reeks die eigenlijk gegroeid is binnen dit catechesehuis. De laatste pakweg 10, 15 jaar hebben wij ons nogal gespecialiseerd, als ik dat zo mag zeggen, in uitvaartliturgie. We zijn begonnen met het werkboek Laat niet verloren gaan. Dat is gevolgd geweest door in uw handen en nadien uit handen geven. En dan nu de laatste reeks die we gemaakt hebben rond biddend afscheid nemen, zijn dat 10 nummers geworden. Waaronder dan het nummertje 9, euthanasie. Zeker in parochies, denk ik, weet men toch niet altijd goed hoe we daar moet mee omgaan. Het is zo'n beladen thema, of zo komt het toch in de media vaak voor, als zo beladen, dat er denk ik heel veel huiver rond is van hoe moeten we daar nu mee omgaan. En ik denk dat dan goed is dat er een boekje is waarin ook kan zetten van ja, het gaat niet alleen om die euthanasie, het gaat om die mensen in de eerste plaats van wie je afscheid neemt. Zeker in onze katholieke kerken niet zo evident, hè, om daar rond dat thema iets te maken. Vandaar dat onze insteek is geweest, niet met de vinger, hè, dus zeker niet veroordelend, ook niet wegmoffelen. Hè. Dat is ook, denk ik, niet de goede houding. Maar ja, gewoon open naar mensen toe en eigenlijk met één bekommernis namelijk, die nabestaanden, ja, in die moeilijke beslissing, dat proces waar ze zijn moeten doorgaan, daar proberen een steun te geven. Dat is eigenlijk onze insteek geweest. Mensen die wensen geëuthanaseerd te worden, ja, die hebben het er ook wel over op voorhand vaak. Hè. Die plannen vaak heel hun afscheid, ook over de uitvaart. En als wij erbij geroepen worden, dan is het ook bij die patiënten die ook gelovig zijn dan, in zo'n geval toch. Hè. Ja, en die hebben er dan ook wel over de uitvaart en wensen ook een kerkelijke begrafenis. Nu, ik heb op dat gebied geen verschil nog gemerkt bij mensen, andere mensen die weten dat ze zullen overlijden. Naar wensen of verlangens toe. Hè. Ook zij hopen dat er een mooie uitvaart mag volgen, waarbij de familie ook een deel troost zal ontvangen en waarbij ze gelovig worden toevertrouwd aan Gods oneindige liefde. Afscheid na euthanasie, ja, ik vind het ook het moeilijkste eigenlijk. Ja, hoe moet ik het uitdrukken? Om er met handschoenen mee om te gaan. Mensen helpen, hè. Iedereen die daarmee geconfronteerd wordt, is op zoek naar de gepaste woorden. En we hebben die ook niet, we kunnen ze alleen suggereren. In de zin van, misschien kan dit gebed u helpen. Lieve hemelse Vader, met veel respect hebben mensen uw namen gegeven. God, Yahweh, Allah en nog zoveel anderen. Wij verlangen naar uw koninkrijk. En niet onze, maar uw wil zal daartoe leiden. Wij vragen u dat wij niets tekort zouden komen. En als wij tekort zijn geschoten, veroordeel ons dan niet. Laat ons ook proberen te begrijpen waarom mensen soms dingen doen waarmee wij het moeilijk hebben. Verlos ons van onze kwalijke, kleinmenselijke reacties, want op uw hemelse kracht vertrouwen wij. Amen. Het boekje is samengesteld door verschillende auteurs. Je bent er maar eentje van de zovele.
in alles wat je doet rond catechese, rond liturgie, rond spiritualiteit, is de zoektocht naar het mysterie. We hebben nu een ondertitel. Catechesehuis, een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving. En dat drukt nu uit. Maar ik hoop dat deze publicatie aan de mensen die deze teksten gaan gebruiken dezelfde warmte bezorgt dan de warmte die de auteurs erin gestoken hebben. Want dit boek is met veel liefde geschreven.